Hallo Kaaskoppers, ik ben Colin van Kaaskopp Gameplay en vandaag zijn wij bezig met Minecraft. En vandaag gaan wij het hebben over religieuze partijen in de Tweede Kamer. Maar waarom? Waarom Colin? Waarom wil je het daarover hebben? Ja, weet ik veel. Ik, ik, ik spring van de hak op de talk. En ik vind, uh, ja... Uh, we hebben in de... We gaan even dan uh, daarmee beginnen. Uh, even, ik ben even nadenken wat, hoe, wat, wat we gaan doen. Ik denk dat wij gaan zoeken naar nog meer leer. Waardoor ik eigenlijk die pickaxes niet nodig ga hebben zoveel, denk ik. We gooien die even in de nachtkastje. Drie pickaxes is voldoende. Wat cobblestone kan ook niet kwaad. En wat hout is op zich op een avontuurtje als deze. ook geen overbodige luxe. Oké, okay, fantastisch. We hebben ook wat toortjes mee. Met cobblestone om eventueel te bouwen. En we gaan op avontuur weer. We gaan even weer een screenshotje maken van ons mooie huis. Uh, waarom ik dat deed, weet ik ook niet precies. Uh, wat mijn idee ook weer was. Oh ja, uh, om natuurlijk de coördinaten. Fucking de biel, Colin. Fucking de biel. Ja, we gaan nu gewoon naar. Uh, Sterker nog, ik neem ook botten mee. Ik wilde naar dat bos gaan waar ik die koeien vandaan heb. Om te kijken of ik meer koeien kon vinden. Die ik dan af kan moorden. Want ja, ik heb geen koeien meer nodig. Ik heb genoeg koeien. Maar... Wat, lieve mensen, wat ik dus ben vergeten is dat ik nog botten heb liggen. Voor eventuele wolven. Heb ik die heel erg hard nodig? Nee. Vind ik ze leuk om te hebben? Ja. Is dat de reden waarom ik ze wil? Ja. Ja. Het is gewoon omdat het leuk is. Het is niet omdat ik ze nodig heb. Nee, weet je... Uh, ja, vandaag. Religieuze partijen. We hebben natuurlijk in uh, Nederland een aantal religieuze partijen. Uh, de SGP om te beginnen, natuurlijk. De staatsgereformeerde partij. De extreem christelijke. De, echt. De, 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 Degene die tegen. Uh, die echt. Oh, oh, Homo-huwelijk niet echt. Uh, hoog in het vaandel hebben staan. Ze hebben niks tegen de LHBT-Iers. Maar het, is toch, het is toch, blijft toch een mooi. Uh, mooi, mooi iets. Het, 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 het toch wel een. Uh, bijzondere partij. Het is... Uh, toch vind ik Kees van der Staaij, ondanks wat, ik, wat je van hem ook vindt, vind ik Kees van der Staaij echt een wereldpoliticus. Hij is heel goed. Ik zou waarschijnlijk geen SGP stemmen, maar ik vind het echt wel een hele hele goede politicus. Dus ik snap dat, uh, dat heel veel gereformeerden, echt zwaar gereformeerde, de SGP uh, toch hoog een, ho een, ha hard, uh, een warm hart toedragen. En dat is terecht. Uh, toch moet ik wel zeggen, de SGP is landelijk best wel klein, maar je merkt wel, in de Bible Belt zitten ze heel veel, zijn, zitten ze, zijn ze heel... Hoog. Uh, stel eens heel hoog. Kijk, wij hebben hier in, in, in de gemeenteburen, Want ik ben natuurlijk. Uh, burgerraad zitten. We hebben de PCG. Dat is een beetje een vergelijkbaar iets. Uh, dit zit wel. Werkt ook samen met de C SGP Jongeren en zo. Maar de SGP is gewoon. Best wel een. Ja. Groot. Iets. Toch? Ja, tenminste. Uh, in, in dit soort gemeentes. En dan toch. Landelijk halen ze maar twee zetels. Weet je? je denkt. Toch, tuurlijk. Het zijn niet de grootste gemeentes... Maar toch? Je zou toch zeggen dat. Stel van. Dat ze tijdens gemeenteraadsverkiezingen krijgen ze in elke provincie, in elke gemeente hier een beetje 8, 8 tot 10 zetels. Zeg maar laten we zeggen dat ze ook in elke uh, gemeente een paar zetels krijgen. Dan zou je toch verwachten dat ze toch wel tot, de, tot maximaal 6 7 zetels kan halen. Die bijvoorbeeld een partij als de SP ook haalt. Of een partij als GroenLinks of Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren is wel een partij waar mensen op stemmen. Dat ze denken echt van ja, ik weet niet waar ik op moet stemmen. Ik ga wel Partij voor de Dieren stemmen, want ik vind dieren wel belangrijk. Verder weet ik niet wat ze doen, maar dieren vind ik leuk. Dus uh, dieren mogen blijven leven. Ja, weet je, dat, uh, dat niveau. Uh, ik ben even aan het nadenken. Voor mij kun je van rabbit hide kun je ook leer maken. Uh, dus dat gaan we ook even bekijken. Ik ga dat even ondertussen zoeken. Maar we gaan naar de bossen. En rabbit hide. Minecraft. Goed. Um, ja, weet je, dus ik heb... En dan heb je natuurlijk de ChristenUnie. Dat is wat linkser, wat liberaler geluid. Oké. Okay. Wat kun je ermee? Ja, je kunt met vier rabbit heart kun je één leer krijgen. Maar. Ja, is gewoon even efficiënt als tering. Weet je. Dus. Uh, gaan we niet doen. We gaan gewoon koeien zoeken. En die uh, afmoorden. En eventueel andere dieren. En wat birchwood. Laten we ook maar wat birch meenemen. Ik wil eigenlijk gewoon een sapling. Ik weet niet of ik al een birch sapling heb. Maar één of twee birch saplings kan. Geen kwaad. Het is donker. En ik heb hier niet over nagedacht. Misschien zou ik moeten wachten tot het donker werd. Maar ja, dan is het niet leuk. We hebben nu een avontuur. Ehm. Um, ja. Dat zijn squids. Dat is zonde. Maar goed, we hebben natuurlijk de ChristenUnie. Dat is een wat linksere, wat. Ik wil zeggen, een liberaler, misschien niet, maar wat, wat, wat socialistischer christelijk geluid. Nou ja, oké. Okay. We hebben de CDA. Jullie, de grootste christelijke partij. Maar goed, de CDA is wel ja wel moeilijke partijen om uh, te zeggen van joh die zijn echt super uber links of zo of uber rechts ik denk dat ze wel meer neigen naar conservatief ik denk dat zeg maar als je een christelijk zou zeggen zou je christelijk links hebben als christenunie christelijk rechts is SGP en uh, gewoon christelijk midden is CDA nou uh, wij als uh, wij als ik, ik als uh, natuurlijk uh, wel rechts kiezen ik heb toch wel ergens respect voor die partijen ik ben geen fan van christelijke partijen ik ben ik ben heel erg voorstander van kerk en staat moeten gescheiden blijven. Maar. Er mogen partijen van mening van verschillen. En als de partijen die uh, voor. Uh, een uh, du duaal bestaan van kerk en staat zijn. ziet het goed doen, ja, dan kan ik ook niet zeggen van we moeten ze eruit bannen. Kijk, zelfs ze zou knijterhard verneuken. dan, jawel. Dan moeten ze op. dan moeten ze opbonderen. Oké, okay, oké, okay, creeper, creeper, creeper. Nu niet, nu niet. Yes, dank u. Ehm. Um, Natuurlijk hebben we ook nog Denk. En Denk is moeilijk, vooral. Want je hebt ook NIDA en de Partij van Moslim-Eenheid of zo. Dat is van een oud-PVVer. Dat is dan wel weer grappig. Maar je hebt dan die partij. Um, je hebt Denk. En Denk kun je nog. Uh, je hebt dan NIDA en niks. Je kunt zeggen, die baseren zich wel op uh, islamitische waarden. Maar. Zijn ze dan meteen, christelen, uh, zijn ze dan meteen een, een moslimpartij? Ja. Ik betwijfel het sinds. Ja, ten zeerste in ieder geval. Nou goed, als... Uh, als... Uh, groot fan van... Uh, van, van wat, wat, wel, wat rechtser politiek ben ik. Of tenminste nou, conservatievere politiek. Ik ben niet rechts. Uh, vind ik dat op zich... Vind ik dat, dat daar in wel christelijke partijen wel het geluid laat horen. Waar ik me wel in kan vinden. Uh, Oké. Okay. Zombies. Zombers. Zombers. Zombies. zombie dit is winst. Dit is XP. Dit is gratis XP. Dit is winst. Ik, hoor, ik zag hier kippen vandaan komen. Dit ziet eruit als een bij. Dat, waarbij? Oké, okay, dit zijn heel veel spinnen. Daar hou ik me even afzijdig van. Ik had eigenlijk gehoopt dat hier nog koeien zouden ronddwarrelen. Maar ja, dat uh, mocht niet zo zijn. Dus dat is jammer. Daar, dat ziet eruit als koeien. Dat ziet er heel erg uit als koeien. Sterker nog, dat zijn koeien. Maar er zitten een zombers achter me aan en een skeleton. Maar de skeleton durf ik nog wel in die wel mee te gaan. Omdat een skeleton makkelijk te verslaan is. Dit is geen. Dit is definitief geen koe. Dat is wel een koe. Dit is een spin. Eén spinnetje. Eén spin. Oké, okay, snel, snel snel. Eet, eet. eet. Nom, 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 nom. Nog een spin. Nom, 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 nom. We gaan even. Val ze elkaar, val elkaar aan, dank je. Dan ga ik de zomber even doodmaken. En. Dan. Ah, kut. Als ze spin dood maken, krijgen we toch een music disc. Ja, dat is zonde. als skeletten elkaar dood maken. Of skeletten creepen. Ik weet het allemaal niet meer, joh. Koe. 1, dood. Koe. 2, dood. Koe. 3, dood. Koe. 4, dood. Skeletonie. Laat me met rust. Goed, fantastisch. Maar dus ja, ik. Uh, Vind dus, uh, ik ben daar dus een beetje. nog steeds wel dubbel in. Ik ben natuurlijk, wat ik zeg, kerk en staat gescheiden moet. Dat vind ik belangrijk. Alleen als christelijke partijen het zo goed doen. zoals ze vaak, so zoals sommigen, zoals tenminste voor mij persoonlijk, SGP, maar voor sommigen misschien. het CDA doet. Ja, waarom zou. Wie ben ik dan om te zeggen we mogen het niet meer doen? Goed, dus als al een beetje een. Uh, links. Uh, maar dus als een beetje een. toch wel rechtspersoon. Persoonlijkheid, zeg maar. Uh, vind ik toch wel dat dat dan wel weer een interessante wending heeft. Hoeveel letter hebben we? We hebben er zes. Er zijn twee boekcases erbij. Wat betekent dat we nu op Z8 uit mijn hoofd zitten. Of dat genoeg is. Ja, Ik weet het. Ik durf het niet te zeggen. Uit mijn hoofd moet je er. Kijk, je moet er een stukje ruimte tussen laten. En dan moet je hem er helemaal omheen bouwen. Maar je hebt dan omheen. Als je één plaats. Oké, Wacht, dat kunnen we gewoon gaan berekenen. Als dus je er één plaats. Heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokjes om je heen. Je moet dan 1, 2, 3, 5, 6. 7, 15 uit mijn hoofd moet je daar hebben. 15. 15. Laten nou, we gewoon één op 15. Dan zijn we sure. En Dan zijn we zeker. Dan weten we. Het, dan hebben we hem. Um, doe het even verder niet toe. Maar wit. Dat is niet. Dat is waar ik niet op voorbereid was wel een bij ook, dat staan al, daar ben ik wel bij mee. Maar dus ja, weet je daarom, uh, kerken, dus ik vind religieuze partijen moeten er streng op blijven controleren, we moeten, maar ja, eigenlijk zouden we naar een idealiter naar een kerkenstaat gescheiden samenleving moeten, maar we beseffen nog niet dat het conservatieve geluid dan al heel gauw uh, wegvalt onder uh, het mom van dat kan niet, want we zijn niet. Uh, want ja, de, ja, we kunnen het niet weg laten vallen. Want dan hebben we niet genoeg conservatieve geluiden. Dus uh, daarom zit ik daar heel erg moeilijk mee. Daar zit in ieder geval Dark Oakwood bos. we daar heel veel kunnen vinden, weet ik niet. Nadeel van dat is dat het heel dicht uh, bebost is, om het maar zo te zeggen. Waardoor het heel donker blijft. Waardoor je heel veel meuk wel hebt. Had ik trouwens al een bird sapling? Nee, hè? Nee, dat had ik nog niet. Ja, laat ik ook even een dark oakwood sapling meenemen, want dat kan altijd handig zijn. Of handig, het is gewoon mooi. Um, maar dus ja, weet je, ik blijf er een beetje moeilijk over doen. Weet je, ergens zeg ik: laat de SGP, laat, laat, laat CDA, laat ChristenUnie. Maar aan de andere kant denk ik: ja, maar. Laat, laat. Maar dan kunnen ze wel hun christelijke. Non Nonsens. Door, want ik ben wel heel erg tegen religie, maar ze hebben wel conservatieve waarden, waar ik dan wel weer mee eens ben. En dan baseren ze zich misschien op een boekje, waar ik mezelf niet zo snel op zou baseren. Maar ja, weet je, uh, als het voor hun werkt, ja, weet je, het, is, het blijft een beetje een moeilijk paal. Het is een beetje van, het is een beetje van, wat, 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 hoe gaan we, hoe gaan we hiermee om? En uh, op dit moment zitten ze in de kamer, dus uh, dit is hoe wij ermee omgaan. Ehm. Um, en in Amerika is natuurlijk conservatieve... De, ...de christelijke waarde nog belangrijker dan hier. Dus dan heb je het al helemaal. Um, maar ja, weet je... ...ja, het blijft een, moeilijk, mo blijft een moeilijk verhaal. En ik denk dat we daarmee... Uh, ...ja, ons... Uh, ...moeten gaan bedenken van... Wat, is, ...wat willen wij? Wat willen wij als Nederlands volk? En als we hun zetels blijven halen... ...dan uh, is dat wat het Nederlandse volk vindt... ...en wil en denkt en doet. Ehm... Um, ja, dan ben ik daar. Ja, dan leg ik me erbij neer. Maar ik wilde er gewoon even toch wel. te even over hebben. En uh, dat heb ik nu gedaan. Dus uh, nu ben ik weer blij. Uh, ja, verder heb ik eigenlijk niks voorbereid. Dit is gewoon heel donker. Uh, dit is wat ik bedoel. Het is gewoon donker hier. En dat is gewoon minder fijn. Oké, okay, als ik hier nou gewoon even een heel boom kan omhakken. Want ik wil. Was dat een sapling? Oh, ik heb saplings. Oké, okay, maakt niet uit. Ik heb eigenlijk helemaal geen wood meer nodig. Als ik saplings heb, ben, ben ik content. Uh, zeer content, eigenlijk, zelfs. Als ik mag zeggen. Uh, Woed hebben we natuurlijk niet nodig. Ik heb nu geen axe meer. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee dat we niets hebben gedaan aan die boom. Want dan had ik een halve boom. Dit zijn. Dit, we gaan weer terug in een ook bos. Ja, dat is ook bos. Sorry. Um, ja, moest die grap maar maken. Ja. Had. Na. Ja. Ja. Dan nemen we in ieder geval pumpkin mee. Jo, laat me lekker met rust. Laat me lekker gewoon met rust. Ik wil gewoon koeien. En als ik wat koeien kan vermoorden, zou dat helemaal winst zijn. Dat zijn varkens. Die hoef ik eigenlijk... Kijk. Weet je wat het met varkens is? Ik heb ze niet nodig. Dus, uh, maar ik kan ze wel vermoorden, want uh, extra eten is altijd goed. Uh, en het is op zich een goede etensprong. Maar ja, ik heb al, ook al wortelen. Dus heb ik nou echt varkensvlees nodig? Nee. Maar XP ook gratis. Dus dat is winst. Want uh, ze vallen je toch niet aan. Daar hebben ze de kracht niet voor. Um, doe ik er ook verder eigenlijk ook niet toe. Maar dat is toch wat ik wilde zeggen. Um, ja. Ik ben nog echt gewoon een beetje te einde raad. Want ik, ik heb gewoon nooit belangen na niet genoeg leer. En ja, dat is gewoon een zonde. Dat is gewoon jammer. Ja, daar baal ik van eigenlijk wel. Als ik dan gewoon mijn luttele opinie mag uh, door uh, la laten klinken. We moeten in ieder geval terug naar 282. En dus we moeten die kant op. Dus dat is prima. Um, ja, maar dat is jammer. Ja. Goed. Ja, weet je, we hebben thuis. Hebben we natuurlijk ook nog. Uh, ik weet niet waarom ik zo lang thuis uh, aanhaalde. We hebben we dat ook nog liggen. Maar ja, goed. We hebben ook nog koeien. Dus. Weet je, het blijft een moeilijk verhaal. Maar. Goed. Um, ja, wij, weet je. Dat is laatste wat ik nog even. Dit is weer de village waar we toen waren. En dan moeten we gewoon die kant oplopen. En dan komen we er vanzelf alweer. Denk ik. Ik denk dat het dezelfde village is. Laten we gewoon even toe lopen. En Dan zien we vanzelf al hetzelfde village. Is. Als het een nieuwe village is, is het winst. Een nieuwe village is altijd winst. Dat is een Iron Golem. Oké, okay, dit is misschien niet een nieuwe village. Wel niet. Wel niet. Niet. Niet nieuw. Ik heb ook fucking veel bon bottom, by the way. Mag ik dat even gewoon even gezegd hebben. Dat is wel, daar heb ik niks aan. Een composter daar heb ik eigenlijk ook niks mee. Heb je kat? Katten zijn ook altijd wel uh, geinig in dit spel. Laten we gewoon even, gewoon even hier doorheen lopen. Want, weet je, misschien kom ik hier nog koeien tegen. Ik, uh, ik heb geen idee. Ik heb in ieder geval saplings. Maar ja, misschien kom je koeien tegen. Dat is altijd winst. Je komt ook een creeper tegen. Daar ben ik iets minder fan van dan. Persoonlijk. Ja, dit is. Dit is planes. Dit zijn planes. Dit zijn. Dit zijn dingen waar we misschien wel wat kunnen vinden. Dit is misschien winst. Dit is. Niet heel. Schapen. Waarom. Schapen vind ik overal? No normaal vind je nooit schapen. En dan nu vind je ze overal. En ik. Hoe moet ik ze niet hebben? Nu mocht ik ze niet. Dat mok niet. Moet dat moet die soort niet. Je hebt hier de savanne. En daar kunnen we eigenlijk wel even gaan kijken. Maar goed. Wat ik zeg, weet je. Ik weet niet wat ik zeg eigenlijk. Ik weet eigenlijk echt niet waar ik het over heb de helft van de tijd. Kijk, dit is dus eigenlijk een. Koeien! Yes. Waarom schreeuw ik dat zo hard? Ik was echt iets te enthousiast daarover. Nee, maar dus ja, religieuze partijen. Ik weet niet. Laat even in de comments achter wat jullie ervan vinden. Ik weet dat uh, Rick toevallig, een vriend van mij, die jullie kennen. Uh, die stemt. Uh, heeft. Die, st die stemt. heeft wel eens religieus gestemd uit mijn hoofd. Maar die vindt. Uh, Daarmee heb ik dit soort gesprekken wel vaker gehad. En hij was... Uh, als je ook dit soort gesprekken interessant vindt, laat even... Kijk, moedeloos. Dat is onze podcast. Goed. Maar die, uh, onze podcast uh, is goed. Sowieso goed. Dus uh, kwaliteit. Uh, nee, maar onze... Um, dit is mijn mening over wat ik vind. Dit is mijn mening over wat ik vind. Zo. So, dat is diep. Nee, dit is mijn mening over... Um, uh, persoonlijke mening over... Ja... Um, yeah. Uh, mijn persoonlijke mening over religieuze partijen. Weet je, ik ben uh, zelf. Uh, weet je, het helpt ook niet mee. Ik ben. Zwinst. Uh, Paarden en koeien. Oké. Okay. Oké. Okay. Moet ik dit doen? Misschien. Nou, ik moet het doen. Want ik moet gewoon dit leer hebben. En doet, uh, we moeten gewoon progressie maken. En dit is progressie. Het is alles, alles voor progressie. Misschien kom ik. Ik moet wel weer niet, niet dat veiligdampje doen. Die laat ik allemaal nog wel in leven. Oké, okay, nu naar de koetjes. De koetjes en de kalofjes. Dat is een één koe in ieder geval. Dood. Dood. Pff, ik schreeuw ook gewoon dood. 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 En. Dood. Godzamme. Maar, dus ja, weet je. We, 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 trouwens, tegen de tijd dat jullie deze video zien, zijn de verkiezingen geweest. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of. Uh, hoe de religieuze partijen het daarin gaan doen. Want uh, ik zeg nu wel zo leuk, maar het zou me zo sowieso... zijn. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Ik wilde ze wil grap zeggen: het kan maar zo zijn dat ze helemaal geen zetel meer halen. Maar dat is natuurlijk gewoon klinklaar onzin. Uh, CDA staat voor mij nog steeds op derde of vierde partij van Nederland. En uh, SGP staat altijd steady op twee of drie zetels. En voor mij staat zelfs de Christenunie op acht zetels. Dus uh, ik maak me er niet druk om. Tenminste, het zijn niet mijn partijen, maar. Ik zou er niet druk voor maken als je christelijk zou stemmen. Dus. Maar daarom, weet je. Ik ben. Ik ben vind, vind, moeilijkheid, mijn moeilijkheid met christelijke partijen is dat ze christelijk zijn. Ik ben heel erg tegen. Ik ben anti-theist, zou ik nog wel willen zeggen. Ik ben tegen religie. nou tegen voor elke vorm van georganiseerde religie. Want het is gewoon. Het houdt je het ons tegen. Het indoctrineert. Het doet heel veel dingen. Uh, wat in wezen. Wat dat dus is. Maar wat mij dus het meest. Uh, ge, 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 ja, wat misschien nog wel het frustrerendste is, is dat... Um, ja, weet je, we hebben dus heel veel religie... Dat betekent nou 7% zelfs, dat betekent dat ik bijna er ben. Het is winst, mensen. We hebben het misschien. Oh my god, dat zou een winst zijn. Goed, maar weet je, dus mijn probleem met ch christelijke partijen is het feit dat ze christelijk zijn. Ja, het is heel hard gezegd, maar de waarde waar ze hun voor staan... Kan ik me eigenlijk best wel in vinden. En daar ben ik zelf eigenlijk ook voor. Dat is trouwens ons huis daarachter. Maar goed. Uh, hoop ik. Tenminste. Misschien ben ik naar nou de hele verkeerde gelopen. Nee. Dat is ons huis daarachter. Nee. En um, weet je. Daar ligt mijn pijnpunt. Weet je. Ik ben heel erg voor. Ik ben het niet. Ik ben totaal niet voor religie. Maar de religieuze partijen. Met namelijk de christelijke. Eh, de, de christelijke partijen. Niet voornamelijk De christelijke partij Punt. Uh, ja, kut, sorry. Als dit niet hier was, had ik die enderman even gekilled Want die enderman hebben we eigenlijk ook nodig. We hebben eigenlijk ook... Uh, ender, uh, 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 ender... pearls nodig om Eye of Enders te maken. Maar goed, we moeten eerst blaze powder nog hebben. Laten we dat maar eerst even verwezenlijken. En dan kunnen we daarna wel weer kijken hoe, uh, hoe we het anders gaan doen. Maar goed, in ieder geval... Weet je, dat is een beetje de regelgeverspartij partij. De waarde wat, waar we voor staan. Godverdomme, het loopt verkeerd ook nog. Ik moet daarheen. Uh, de waarde waar hun voorstaan, daar ben ik voor. De manier waarop ze het doen, ben ik tegen. Uh, en dat ze me. Na het feit dat ze het vanuit de christelijke opinie doen. Schilpadden. Wee. Go, my friends. Go swim to freedom. Ze zijn helemaal niet vrij. Oh, maar dat is ergens. Oh nee, wel, ze zijn wel vrij. Oh. Ik wil zeggen, ergens is echt vet, want dan hebben we hebben hier schilpadden. Hij is schilpad. Hi. Wanna... Kijk, ik wil ze niet vermoorden, maar je krijgt wel turtle shells. Dat is wel nice. Maar ik wil ze niet vermoorden. They're my friends. Het is moeilijk, dilemma's. Maar goed, uh, laat in de comments achter wat jullie vinden van Christelijke Partijen. Laat, jullie, laat in de comments achter wat jullie vinden van het pak van Kees van de Staai. Uh, dat was even wat ik wilde zeggen. Uh, ik bedank jullie allemaal in ieder geval voor het kijken. Want we zijn weer terug uh, in huis, Huizen, uh, in Casa del Colin. En uh, ja, we hebben in ieder geval goed veel progressie gemaakt. We gaan nog even trouwens. Nu we er toch zijn, gaan we even de papier pakken. En dan gaan we even het boek zelfs maken. Um, en dan kijken we hoe ver we zijn. Uh, we hebben niet genoeg boeken in ieder geval hier nog. Uh, niet genoeg cane. Sure ik had eigenlijk hopelijk nog... Ik had er ergens nog een stack sorry. Ik haal de sure cane nou op. Oké, okay, dan moeten we even farmen. Dat maakt in principe niet heel veel uit. Maar dus ja, weet je, ik... Uh, uh, en het kapsel van van de staaien, Wat vinden jullie daarvan? Ik... Uh, plus 1. Goed kapsel. Niks mis mee. Vooral doorgaan, Casey. Um, ja. Het is een beetje een bijzondere. Het is een bijzondere. Wat ik zeg. Het is een bijzondere partij. Het is niet een partij waar ik fan van ben. Maar het is leuk. Dus. Uh, ze hebben wel dingen. Waar ik wel achter kan staan. Dus uh, In principe. Als. Uh, ja. Ja. Als Colin zijn. Uh, tegen christelijke partij. je ja, Maar. Uh, misschien ergens voor christelijke waarde. Om het maar zo te noemen. Eh. Uh, ja. Goed. Uh, we gaan even kijken ho hoe ver we komen. We gaan even kijken. Ik ga hem gewoon, denk ik, buiten maken. Uh, dan moet ik wel hout pakken. Hout heb ik nodig. En dan zo. En dan zo. En dan zo. Zo. Huppatee. En dan gaan we gewoon kijken. We gaan hem gewoon bouwen. Uh, waar ben je? Waarom, moet ik hier een diamond pickaxe voor hebben? Nee. Ik schrok echt. Als ik hem kwijt was, had ik gejankt. Maar voor mij kan je hem niet kwijtraken meer nadat je hem helemaal hebt. Hier heb ik niet de rest van de boek zelfs. Hier. Oké, okay, we zitten nu op 13. 13. Maar we hebben natuurlijk. We mo moeten natuurlijk niet vergeten dat we gewoon hier. Ik wil hem gewoon ergens hier mooi maken. Ik wil hem eigenlijk gewoon. Laat ik hem gewoon hier random. De, tussen. In het gras maken. 1. Oké, okay, wacht. Laten we deze eerst in het midden zetten. 1. 2. 3. Misschien heb ik het onderschat. En misschien redden we het al. Net niet. Ik denk dat we er nog twee inderdaad nodig hebben. En dat kan ongeveer ook wel kloppen. Um, ja. We gaan gewoon even, gewoon even in alle scrap -pals kijken of we nog ergens leer hebben. Um, drie leer. Oké. Okay. Moment van de waarheid. Is dit genoeg? Zijn, is deze ene boekshelf voldoende. Ik denk het niet. Ik denk dat we echt net tekort komen, maar op hoop van zegen. Kijk, als we dit nu hebben, is het eigenlijk alleen nog een kwestie van blaze powder en de pearls en diamonds en dan zijn we er. Want nu zijn we hier in ieder geval 28. Heb ik ook niet in het midden gedaan? Kak, sorry. Dat is jammer. Oké, okay, laten we nog even kijken of we, als we ze breeden, dat we misschien wat rek kunnen halen. Deze video wordt trouwens wel heel lang zo. Um, ik wilde eigenlijk door totdat we konden enchanten. Maar dat begint nu wel iets langer te duren dan ik eigenlijk had gehoopt. Op voorhand. Um, ja. Uh, nu moeten we wel de juiste mensen beïnvloeden. En dat waren jij, jullie twee daar. Jullie, jij en jij. Yes. Oké, okay, prima. Neem, je, neem iemand anders ook nog maar. Uh, vrijheid. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik bedank jullie voor het kijken. Uh, we zijn in ieder geval er bijna. We hebben één boek zelf nodig en dan zijn we er ook, weet je. Uh, ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer beneden, like het leuk om deel met je vrienden. En laat even weten wat jullie van Christelijke Partij van hebben. Laat even weten wat jullie gestemd hebben als jullie dat willen delen. Het hoeft natuurlijk niet. Je hebt stemgeheim en je hoeft het niet te delen met mensen. Maar laat weten of je... Of je gaat stemmen, laat weten wat je allemaal wil zeggen. Laat alles weten. Uh, la la laat weten wat jullie van Christelijk Partij winnen. En dan vind ik, vind ik dat hartstikke leuk. Doe een duimpje omhoog, leek like als je me leuk vond. Dummjeet, vinden. En zie ik je bij de volgende aflevering van de Minecraft Survival. Bye bye!